Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Vandaag gaan we kokerellen. De lente en zomer zijn weer in zicht en daar zijn we allemaal hartstikke blij mee. Er is alleen één groot nadeel daarvan en dat is... Hooikoorts! Hooikoorts. Verschrikkelijk. Heel veel mensen hebben er last van. Het komt door de pollen die in de lucht zitten, tranende ogen, snottende neus, pijn in je keel, noem maar op. Maar daar hebben wij de oplossing voor en dat gaan we je vandaag laten zien. Heel veel mensen weer last beginnen te krijgen van die verschrikkelijke pollen, snotneus, tranende ogen. Maar wij hebben daar dus een goede manier voor hoe je daar vanaf kan komen. En daarvoor heb je lokale honing nodig. Het idee hierachter is dat in de lokale honing zitten al pollen van de buurt. Als je die dus binnenkrijgt, in combinatie met de dingen die we zo meteen gaan gebruiken, raakt je lichaam daar immuun voor. Dus ze zeggen dat van dit mengsel je afkomt van je hooikoorts. Dus wat hebben we nodig? We hebben lokale honing hebben we gekocht. De gember. Zet lekker. Rozemarijn. En kaneel. Het is de bedoeling dat je eigenlijk al deze drie dingen bij de honing gaat voegen. Dat voor een aantal weken laat staan. En vervolgens, als het eenmaal klaar is, vult je al deze ingrediënten uit de honing. En neem je het eigenlijk iedere ochtend in, zodat je de rest van de dag geen last meer hebt van hooikoorts. Ik ga je nu laten zien hoe je het moet doen. Dus je hebt de honing, je pakt een stuk gember, die snijden we even af. De gember hoef je overigens niet te pellen, die snij je gewoon in dunne stukjes. Voeg je bij de honing. Vervolgens de rozemarijn. Dus in dit geval pakken we gewoon drie steeltjes. En wat makkelijk is om gewoon aan de bovenkant te pakken, aan de verkeerde kant zeg maar. En gewoon naar beneden te... Smooth. Naar beneden te trekken. En die blaadjes die voeg je ook bij de honing. Klein beetje gebroken, stop je ook bij de honing. Zorg ervoor dat het mengsel goed door elkaar geschud wordt. Zodat de smaken en werkzame stoffen goed geabsorbeerd worden in de honing. Dit mengseltje, zoals het er nu uitziet, laat je voor 2 à 3 weken staan. En dan is het smullen maar. Dat is handig!